We bevinden ons momenteel in de keuken met een van onze bekende Kuikse koks, Nans Lange. Nans werkt momenteel in de buurt van Wenen en hij zal voor ons een lekker licht minuutje klaarmaken. De minuutje zal bestaan uit een lichte aspergesoep, een roodbaars met tomatensaus en een sabayon met verse aardbeien. Nans, wat mij betreft kunnen we aan de slag? Nou, dat lijkt me prima. In verband met de voorbereidingen lijkt het me verstandig om te beginnen met het maken van de roux. En dan zetten we ondertussen voor de aspergesoep, die asperges hebben we al geschild, de schillen en de eindstukken even op het vuur. Oké, zullen we dat eens doen? We zijn zover dat de schillen, die hebben nu een kwartiertje staan koken. En nu hebben we de roux, die is inmiddels goed koud geworden. En nu gaan we met de roux en de schillen de soep maken. Neem de zeef erbij. We gieten eerst een klein beetje op de roux van het vocht. En roeren dit vrij snel glad. Het vuur, de pit niet te hoog. Dan wordt een mooie ingehaalde massa. Doen we er wat bij. Het vocht moet altijd goed heet zijn en de roux koud, anders wordt het een taai gebeuren. Met die aspergeschillen dan doen we verder niets meer mee. Daar doen we niks meer mee. Dan is de smaak helemaal uit. Ja. En voor de garnering in de soep gebruiken we de asperges die we geschild hebben. Ja, ja. Dat is ook wel wat lekker dan natuurlijk. Dat is lekker, ja. Dan hebben we hier dus de asperges die dus weer in die roux moet die we op het vuur hebben staan. Hè? Doen we de asperges er heel in? Of? Nee, die gaan we nu in stukken snijden van ongeveer 1,5-2 centimeter. Is echt een tijd voor asperges inmiddels? Ja, ze zijn er alweer een kleine maand in de handel. In het begin waren ze nog erg duur, dan komen ze uit de kas. Maar momenteel zijn ze weer van de koude grond en dan zijn ze redelijk betaalbaar. Hangt ook een klein beetje van de kwaliteit af. Zo, we hebben de asperges nu gesneden. Nemen we even de plank mee. Zo, de soep staat licht te koken. We doen nu de asperges in de pan. Daar maakt ze ook nog wel bij. Ja. Die worden dus nu mooi gaar. Dit blijft nou gewoon een tijdje op het vuur staan. Dit laten we nog een klein kwartiertje staan en dan gaat de soep goed door en de asperges zijn ook mooi op hardheid gaan. We gaan nu beginnen met het toneren van de aardappels. Mm-hmm. En de aardappels heb ik daarvoor al geschild klaarstaan. Toneren, Nans, leg eens even uit, want ik denk dat de meeste mensen thuis niet begrijpen wat dat is. We gaan de aardappels in een bepaalde vorm snijden. Je kan ze in maatjes snijden of in tonnetjes. We gaan ze nu in tonnetjes snijden. Je zal zien dat we nogal wat afval krijgen van die aardappels, maar op zich is dat niet zo heel erg, want dan kan je al echt weer even maken. Dus zo. Oh, aan die manier, ja. En het is gewoon dus om het gerecht een wat feestelijker aan het gezicht te geven. Het ziet er iets aardiger uit, ja. Ja. Nou, de aardappelen staan ook op het vuur. Zullen we nu verder gaan met de vis? We gaan nu de vis, die gaan we uit de koelkast pakken. Ah, ja. Roodbaars is ook al gefileerd. Kun je zo bij de vishandel gefileerd dan wel halen? Die kan je gewoon bij de vishandel halen. Ja, er zit een klein stukje vel op, halen we nog even af. En kijken of er nog gaatjes in zitten, dat kan wel eens komen. Zo, is goed. We gaan de vis inpakken in aluminiumfolie. Dan komt er verder helemaal geen vet bij het pas en blijft hij erg mager. Voor dat doel maken we wel een klein beetje bouquet. Dat snijden we even heel erg fijn. En het bouquet stellen we samen van prei, selderij en ui. Dus om toch die vis iets meer smaak te geven. Ja, nu komt er iets meer smaak aan de vis. Je moet altijd zorgen, omdat we een witte vis hebben, dat je geen wortelen en zo gebruikt bij het bouquet, want dan zou de vis helemaal verkleuren. Die oven die hebben we voorverwarmd al op 180 graden. De oven hebben we voorverwarmd op 180 graden. We leggen even de stukjes folie uit elkaar.
doen we eerst wat van het boeket erop. Vis op. Maar je pakt ze per stuk. Pakken ze per stuk, ja. Ja, ja. Pakken ze ook heel goed dicht meteen. Dan gaat er weer wat boeket op. Doen we er een klein beetje zout op en een klein beetje peper. We gaan hem nu inpakken. Dus heel eenvoudig. We pakken hem dubbel en we vouwen hem voor in de midden. Nou, deze gaat ook. Dicht. Je maakt er een mooi pakketje van. Ja, het moet goed afgesloten zijn, dan blijft aroma het beste belang. Je zou ook rustig een andere vissoort kunnen nemen als roodbaars. Kabeljauw, zalmvarouw, maakt zich niet zo heel veel uit, gaat ook heel goed met gewone zalm. Deze gaan we nu in de oven leggen. Het is allemaal goed warm de oven. Een beetje in de midden erin. Zo. En dit laten we ongeveer een kwartiertje in de oven zitten. Nou, als nu de vis in de oven zit, kunnen we misschien aan de groenten beginnen. Ja, we gaan met de groenten beginnen. Die gaan we snijden. Ik heb al een pannetje water opgezet. En dat kookt zo meteen en dan kunnen we de groenten blancheren. Ik wilde alle groenten in Chinees eruit gaan snijden. En dat is een Wiebert model. We beginnen met de selderij. Die snijden we in de lengte door midden. En dan snij je hem dus zo. Oh, ja. We hebben ook snijbonen. Die snijden we ook weer in Chinees eruit. Dus niet zo fijn als normaal bij de groenteboer. Nee. Neem we ook de worteltjes. En die snijden we zo. We gooien eerst wat zout in het water erbij. Dan heb je ook het gevoel. En dan mag nu de groente erin. Dat is een gezin. Ja, ik warm, moet je oppassen. En als dit een minuut of 3-4 kookt, dan is het prima. Dan is het ongeveer het beetgaar. Dat is het beetgaar, ja. Ja. Ik zorg dat het goed voor water komt. Dan gaan we nu beginnen met de saus voor de vis. We gaan nu de saus voor de vis maken. Een klein pannetje, we hebben maar weinig saus. Een klein beetje boter. Dat is nog een erg gezonde boter ook. Dan voegen we de uien toe. Die hebben we al fijn gesnipperd. En deze gaan we even aanfruiten. Klein beetje glazig en dan zijn we prima. Gaan we de groenten van het vuur. Dan kom ik dus even door de uitjes heen voordat die helemaal bruin zijn. Dat is niet de bedoeling. Dan voegen we er wat tomatenpuree aan toe. En dat doen we nu weer al bij, dan kan hij een klein beetje ontzuren. Tomatenpuree moet je altijd heel goed oppassen, want dat brandt nogal licht aan. Dit gaan we nu even afblussen met wat witte wijn. Klein scheurtje. Voor een flesje wijn wat je bij de supermarkt mee kunt. Ja, witte wijn staat prima voor. Een beetje een droge wijn, dat is wel lekkerder als een zoeter. En dan voegen we hier aan toe een 2 deciliter visbouillon. En die hebben we gemaakt van onder andere wat stukjes afval van de vis. Oh ja. Die ik van de visboer meegekregen heb bij fileren. Saus niet te dun wordt, dan doen we gewoon iets minder bij. Je zou die visbouillon ook eventueel van een tablet kunnen maken, Nas? Dat gaat ook heel prima. Het scheelt nogal wat tijd. Ja. We laten de saus zachtjes doorkoken en dan voegen we de kappertjes eraan toe. Wat vocht er van bij, de smaak.
Dan doen we er ook wat peterselie bij. Vers gehakt peterselie. Je ziet, we werken erg veel met kruiden. Ja. Dan krijg je wat extra smaak in je maaltijd. Dan heb je ook minder zout nodig. Dan gaan we eigenlijk iets doen wat niet mag bij een light maaltijd. Dat is een klein beetje slagroom erbij doen. Maar dan gaat de saus er iets voller van uitzien. Proeven we de saus even af. Proeven we met de vinger. Nou, volgens mij. Is dat lekker? Vind ik wel erg lekker. Mij mag nog een klein beetje peper bij, dan wordt iets pittiger van. Ja. Zoals je ziet hebben we ook de soep nog steeds op het vuur staan. Dat mag, gaat prima. We zullen even kijken of deze ook goed op smaak is. Ja, dit is prima. Ik kan weer proeven hierop. Ja, een beetje. Ik kan wel met het lepeltje doen of zo, maar. Dit werkt vlugger, hè? Dit werkt makkelijkst. Ja, het smaakt goed. Ja, het smaakt prima. Gaan we met deze soep nu de dragon. Die heb ik ook al fijn gehakt. Die heb je gewoon, kun je gewoon bij de groenteman kopen? Die kan je gewoon bij de groenteman kopen, ja. Dragon. En de kern toevoegen. Zo. Dit roeren we nog even erheen. En dan is de soep eigenlijk klaar. Doe hier een klein beetje slagroom, maar echt heel weinig. Dat is gewoon eigenlijk ter decoratie. Dus een klein beetje licht geslagen. Zo. En dan garneren we af met een klein takje kervel. En een klein takje dragon. En dat zou zeggen smakelijk eten. Dankjewel, dat ziet er goed uit. Ja. Ja. We kunnen de vis nog heel even laten liggen. Blijft zo goed warm, dus scheppen we eerst even de groenten en de aardappels op. Ja. Ik had de bodem alvast van tevoren opgemaakt. Kost ook niet zoveel tijd en dan wordt het niet zo koud allemaal. Ja. Kijk maar. En dan gaan we nu de vis wat erbij doen. Ik heb de sausje ook maar meegebracht, Hans, dus zullen we dadelijk ook erbij nodig hebben. Erg handig. Dit is uit de folieverpakking halen. Moet je nou de boeket er gewoon bij zitten? Dit blijft er gewoon bij zitten. Ja, ja. Er zit erg veel smaak aan nu ook. Dan even oppassen met de vis, want die valt nog wel eens uit elkaar. Zo. En dan doen we er wat saus overheen. En dit garneren we weer af met een takje peterselie. Ja, dit lijkt me erg lekker eten. Het ziet er zeer smakelijk uit. Dan weg. Voor je. Goed, Theo, we gaan beginnen met de aardbeien. Die garneren we eerst op bord. Want als de sabayon saus klaar is, dan moet die ook snel opgegeten worden. Ah, op die manier. Snijd de aardbeien in vieren. Laat het kroosje gewoon zitten. Ziet er erg leuk uit dan. En we leggen ze zo rond op het bord. Als ik ze nog snij, leg jij ze gewoon op het bord. Samenwerking. Je legt het gewoon het hele bord rond. Ja, dat is prima. Mag iets verder uit elkaar, maar hoeft niet zo heel strak. We gaan nu de eiersaus maken, de sabayon. En voor die eiersaus hebben we alleen de eidooiers nodig, dus we moeten even de eieren scheiden. Dan tekenen we even een ei kapot. Het wit vangen we op, kan je altijd nog iets meer paneren of zo. Ik geloof dat voor mensen die hier niet zo bedreven zijn, dat er ook apparaatjes voor in de handel zijn. Hè?
gaan nu met onze eieren naar het fluis toe. Dan nemen we een kunstmatige zoetstof, want met suiker zou het te zwaar worden. Ja. En we nemen de witte wijn mee. En de witte wijn. Ik heb hier al een pannetje met warm water. Dan plaatsen we deze bovenop. Je zou ook een ijzeren bekken kunnen nemen of zo. Maar wat erin aan? Ja, dit gaat ook prima, dit past precies. We doen er vast wat schepjes zoetstof bij. Zo. Erbij. En dit kloppen we met een elektrische mixer. Dat kan ook met een handmixer, maar dit gaat gewoon iets makkelijker. Langzaam op. We hebben dit, zoals je ziet, de zoetstof goed opgelost. Proeven we heel even of het zoet genoeg wordt. Ja. Nou, dat gaat prima. Okay. Dan mag de witte wijn toegevoegd worden. In één keer? In één keer, dan klop ik verder. Het is een vrij luchtige massa geworden. Ja. Dat is ook de opzet. Nu gaan we er nog een klein beetje extra smaak mee aan toevoegen. Door middel van een likeur. Daar doen we maar een klein beetje van bij. Dit is een aardbeienlikeur, maar je kan er bijvoorbeeld ook een sinaasappellikeur of een hele andere bij. Het hangt ook een klein beetje van de vrucht af waarmee je combineert. Nou, zo'n klein flesje is daar. Dat is ideaal. Ja. Die grote flessen zijn vrij duur. Ja. We nemen de pan mee naar de aardbei. Ja. En dan scheppen we richting